In Voorschoten kun je bijvoorbeeld leren boogschieten. Lekker binnen in een sporthal. Ik denk van nou, laat ik hem een keer los. Het ging goed. Dat is ook al heel moeilijk. Dus wat je gaat doen, de pijl komt eigenlijk dicht bij je gezicht. Ga je over de pijl heen kijken door het vakje. Ja, ze zou, zeg maar, mijn klas die zou vandaag ook gaan schaatsen, maar ik heb expres voor boogschieten gekozen, omdat ik het gewoon nog nooit heb gedaan en ik wou het wel een keer proberen. En voor de wat jongere kinderen is er natuurlijk altijd wel ergens een springkussenfestival, zoals hier in Leiderdorp. Hoe vind je het hier? Heel leuk. Ja, wat doe je allemaal? Nou, ik ben vooral aan de touwen aan het hangen, want dan vind ik het echt het leukste onderdeel. Maar moest je niet schaatsen? Nee, dat niet. Die kleine die willen ook wat doen. En buiten is inderdaad te koud. En schaatsen ging ook nog niet lukken, dus dan maar naar het springkussenfestival. Heeft het naar de zin? Ja, heel erg, ja. Papa, het is ook leuk. Ja, ja hoor. Ja, het blijft leuk, ja zeker. Maar de echte bikkels die al wat ouder zijn willen natuurlijk maar één ding, schaatsen. Bij de hoofdstraat in Leiderdorp heeft de buurt daarom maar een eigen baantje gemaakt. Wat doe je allemaal hier? Schaatsen. Ja. IJshockey. En ijshockey. Ja. En soms een wedstrijdje schaatsen. Moet je niet gewoon lekker naar binnen, het is toch veel te koud? Nee. Nee. Schaatsen is leuk. Het pleintje is altijd vol bezet met jeugd en dus nu maken we er een ijsbaan van. En ja, dan kunnen ze de gang gaan. Lekker vakantie, dus ze kunnen een week los. Het weer is goed ervoor.